pool. Beste jury, bommen worden ook wel de longen van de aarde genoemd. Ze creëren een betere wereld voor mens en dier. Zou iets kostbaarder voor iedereen gratis moeten zijn? Ik ben Emma en wij zijn toch voor de stelling dat als je bom wil planten in je tuin, moet je ze gratis kunnen krijgen. We hebben daarvoor 3 argumenten. Argument 1, armoede. Argument 2, CO2-uitstoot verlagen. En argument 3, insecten. Argument 1, armoede. In Nederland is er sprake van armoede. Producten en goederen worden steeds duurder. Mensen moeten boodschappen betalen of huur voor een huis. Er blijft geen geld over voor bijvoorbeeld boomplanten in je tuin. Het zou in deze moeilijke tijd dus erg fijn zijn dat je bomen gratis kunt planten in je tuin als je dat wilt. Argument 2, CO2-uitstoot verlagen. In Nederland zijn we druk bezig met het verlagen van CO2-uitstoot. Bomenplanten helpen hier ook bij. Hoe meer bomen we planten, hoe minder CO2 er in de lucht zit. Op deze manier kun je met het planten van bomen je CO2-uitstoot compenseren. Hoe mooi zou het zijn als het planten van bomen ook nog gratis zou zijn? Argument 3, insecten. Veel soorten insecten zijn afhankelijk van bomen. Op bomen liggen veel meer insecten dan op andere planten. De bomen liggen veel verschillende voedselplekken op. En het is daarom belangrijk dat je bomen gratis kunt planten in je tuin, omdat je daarmee de insecten vooruit helpt. Beste jury, beste tegenstanders, we hopen jullie te hebben overtuigd met onze 3 argumenten. Argument 1, armoede. Argument 2, CO2-uitstoot verlagen. En argument 3, insecten. Nederland groen, gemakkelijk te doen. Bomen gratis krijgen? Daar kan de regering niet aan beginnen. Ik ben Jogem en wij zijn tegen de stelling, als je bomen wilt planten in je tuin, moet je ze gratis kunnen krijgen. Daarvoor hebben wij 3 argumenten. Argument 1, eigen verantwoordelijkheid. Argument 2, andere problemen. Argument 3, verschillende plekken. Argument 1, eigen verantwoordelijkheid. Een tuin hoort bij een huis. Een huis huurt iemand of is gekocht. Dan ben je eigenaar. Maar als je... Iedereen is zelf verantwoordelijk voor iedereen is eigen tuin. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de spullen in je tuin en je huis. Daar hoeft de regering dus niet voor te zorgen. Argument 2, andere problemen. In de Tweede Kamer zitten de Kamerleden al best lang te overleggen waar het geld naartoe moet gaan. En als wij nou bomen willen planten en zelfs gratis willen krijgen, dan houden we niet meer geld over voor de zorg en bijvoorbeeld het onderwijs. Dat is toch erg? Argument 3. De gemeente kan op... argument 3. Verschillende plekken. De gemeente kan op allerlei plekken bomen gaan planten. Bijvoorbeeld in plantsoenen, parken en langs wegen. Op deze manier kunnen er toch heel veel bomen in woonwijken staan die gratis zijn en waar de bewoners dan toch van kunnen genieten en een wijk gezonder maken. Beste jury, dit waren onze 3 argumenten. Argument 1, eigen verantwoordelijkheid. Argument 2, andere problemen. Argument 3, verschillende plekken. Bomen gratis krijgen, dat vinden wij onnodig. Bomen nemen CO2 op en zetten die onder zuurstof. De ijskappen zijn nu heel erg aan het smelten. En dat komt omdat te veel zuurstof is. Daarom moeten mensen bomen gratis kunnen krijgen, zodat er minder CO2 is. Want door het ijs dat smelt, wordt het waterpeil veel hoger, waardoor meer kans op een overstroming. Beste jullie, beste tegenstanders. Ik wil ingaan op het argument toen ze zei over insecten. Het is helemaal waar dat insecten goed afkomen en het zijn heel veel huizen en heel veel. Insecten zijn, bomen zijn goed voor insecten en andere dingen. Maar als je bomen op andere plekken plant, zijn ze ook nog steeds goed. Maar niet waar je het plant. Per boom, in een tuin hoeft het niet per se. Het kan ook gewoon in bossen en zo. Ik wil argument 1 armoede versterken. Momenteel is er sprake van armoede. Mensen moeten energierekening, huur betalen en kleding. Maar hoe kunnen ze dat doen? Beste jury, beste voorstanders. Als je bomen wilt planten in je tuin, moet je ze gratis kunnen krijgen. Wij zijn daar oneens mee. Want de wereld heeft meerdere problemen dan alleen maar de bomen. Want de regering moet juist geld aan zorg of aan onderwijs besteden in plaats van bomen. Want bomen hebben we nog al. Maar onderwijs en plastic troep, dat moeten we allemaal verwijderen uit de wereld. Anders is de wereld niet meer gezond. Beste jury,
Beste jury, ik wil graag op tegenstander nummer 3 reageren. Want ja, het klopt, er zijn andere problemen in de wereld. Maar als je begint met bomen planten en ze gratis kunt krijgen, zouden meer mensen dat willen. En dan gaan meer mensen bomen planten. En bomen zorgen voor zuurstof en voor voeding. Als je bomen wilt planten in je tuin, hoor je ze niet gratis te krijgen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor jou of je tuin. Beste jury, ik wil graag mijn teamgenoot Celia versterken. Producten en goederen worden steeds duurder. En er is nog geen geld meer over om bomen te kopen. Het is een moeilijke tijd, dus erg blij zijn dat je bomen gratis kunt krijgen als je dat doet. Beste jury, beste tegenstanders. Ik wil ingaan op argument van dat het nu armoede is en mensen bomen kunnen betalen. Maar als je bijvoorbeeld zoveel geldproblemen hebt, ga je eerst denken aan dat je geld aan de belasting heel veel problemen kunt betalen en dan komen bomen veel later dan. Dan ga je eerst denken aan belasting en al die andere dingen dat je nog moet betalen, dat je nog op jouw naam staat, dat je nog moet betalen. En van maand heb je dan een boom in je tijd, want dat wordt heel veel minder belangrijk. Oké? Ja, sorry. Want zij zei dat je eigenlijk verantwoordelijk bent voor je eigen tijd. Maar ik wil ook helpen met het klimaat helpen. Maar wat als ik dat niet kan? Als ik niet genoeg geld heb of te weinig kennis, dan zou ik toch hulp verdienen. En nu wil ik ook nog ons derde argument, de insecten versterken. Want als je dan al die bomen hebt, dan help je ook nog de insecten. Weet je dan dat er op één boom wel 335 verschillende insecten kunnen gaan leven? Beste jury, beste voorstanders, ik wil graag ingaan op het argument van Mahmoud. Je zegt, kijk, ik snap jou heel goed dat we mee moeten leven met de insecten, maar de regering zit daar gewoon niet op te wachten om voor iedereen een gratis boom te regelen. Bomen zijn goed, maar moeten ze echt per se in jouw tuin? Bomen zelf betalen, dat hoeft toch niet? Er zijn veel andere dingen. Ja. Het klimaat gaat falen als de regering alles gaat betalen. Bomen gratis krijgen in je tuin? Denk eerst aan de zorg en onderwijs. Die gaan toch voor? Bomen gratis krijgen? Dat vinden wij onnodig. Hoe mooi zou het zijn als het plan voor bomen ook nog gratis zou zijn? Bomen nemen CO2 op en zetten die om in zuurstof. Bomen creëren een beter wereld voor mensen en dieren. Op bomen leven veel meer insecten dan op andere planten. Beste jury, beste tegenstanders, bedankt voor het luisteren. We hopen het hebben overtuigd met onze drie argumenten. Argument 1, armoede. Argument 2, CO2-uitstoot verlagen. En argument 3, insecten. Nederland groen, makkelijk te doen. Want dit was wel, ik benijd de jury niet, maar de jury geeft me wel opdracht om hier op de gang te gaan kijken van wie heeft er nou een wisselwerking.